Dag kijkers, het is vandaag dinsdag 30 juni en alweer de 60ste uitzending. En jullie zullen wel denken, waar is zijn baard gebleven? Die is gewoon weggewaaid gisteren. Het was zoveel wind, die is gewoon weggewaaid. Dus nou ga ik zo presenteren. En we gaan meteen naar Damien, want die is bij de Bergshop. Want daar hebben ze ook wel wat te vertellen. Goedendag beste Bergsnelkijkers, we zijn hier weer in het oude vertrouwde Bergshop en ik sta hier naast Sebastian. Sebastian, na maanden mogen jullie weer open. Wat zijn de openingstijden? De openingstijden zijn van 10 tot 3, bovenop de zaterdag. Zaterdag zijn we nog gesloten. Welke aanpassingen hebben jullie gedaan voor de coronatijd? Eén richtingsverkeer maken, handen wassen, met winkelwagen te. En dan de aangepaste tijden. Ja, en de aangepaste tijden, ja. En dan mag iedereen in de winkel komen, ook van buiten het terrein, van buitenliggende dorpen? Liefst niet. Liefst alleen eerst even hier op het terrein zelf. Daar mochten we daar open. Hebben jullie de afgelopen maanden nog nieuwe spullen gekregen? Ja, een beetje, maar niet zoveel zeg om de winkel opnieuw te inrichten. Oké, nou ja, hartstikke bedankt voor je tijd en dan... Weten jullie wat jullie te doen staan? Jullie kunnen gewoon weer rustig naar de Bergshop en hou je netjes aan de regels. Afgelopen week zou eigenlijk het zomerfeest zijn. En op verschillende woningen hier op het zorgpark hebben ze dan ook hun eigen zomerfeest gehouden. Onder andere bij de Tamboerijnlaan, de Giraffenlaan en de Wintertuinlaan. Clan die stuurde ons een video van de Dolfijnlaan en we gaan gauw kijken. Dank Clan voor de leuke zomerfeestbeelden vanuit de Dolfijnlaan. En dan gaan we nu naar de Parnassia, want daar hebben ze ook zomerfeestbeelden gemaakt. En daar gaan we gauw naar kijken. Kom op Kees, je kan het! Ja! Zo! Even groot. Ze is allemaal wachten. Nou ja, jullie ruiken het niet, maar we zijn poffertjes aan het bakken. Kijk, daar staan de poffertjes, zoals jullie zien. Ja.
we straks lekker. Hè, Mies? Nee, geen poppetjes of wel? Lekker hè, Piet. Mag lekker poppetjes. Nee, Hilde. Wil je lekker te eten? Ja. Nee. Ook jij lekker eten, hè? Wat voor touw is dit? Met me mee naar de regenboog, ik denk dat steen aan jou. Goed zo. Naar de regenboog, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, ik denk alleen aan jou. Wat waren dat een mooie beelden daar in Parnassia. Ziet er reuze gezellig uit. Heb je zelf ook leuke beelden? Stuur ze dan via WhatsApp, via het onderstaande telefoonnummer en dan gaan we die zeker ook uitzenden. In Nederland en de landen om ons heen gaat het goed met de afname van het coronavirus. We houden ons goed aan handen wassen, 1,5 meter, hoesten in je elleboog en thuis blijven als het nodig is. Maar in de landen hier ver vandaan, daar gaat het nog niet zo goed. En daar gaan we gauw naar kijken. Het land met de meeste besmettingen is de Verenigde Staten. Dit weekend nog haalden ze daar een triest record. In totaal is nu bij 2,5 miljoen mensen die zijn getest het virus in hun lichaam gevonden. En het worden er nog elke dag flink meer. In veel steden worden daarom toch weer maatregelen genomen. Stranden die net open waren, worden nu weer gesloten. En ook cafés moeten weer dicht. We hebben zo ons best gedaan. We wasten onze handen goed, we deden tests. We deden alles volgens de regels. Ik vind het ook erg wat er gebeurd is. Maar ik baal ervan dat we weer dicht moeten. Ook in Brazilië gaat het absoluut niet goed. Daar is het virus intussen al bij 1,3 miljoen mensen gevonden. En de uitbraak is er nog lang niet onder controle. Toch gaan binnenkort in een aantal grote steden de cafés en restaurants wel weer open. Tot grote zorg van deskundigen. In India waren de regels een tijdje geleden versoepeld. Maar het virus maakt er nog veel slachtoffers. 500.000 mensen zijn besmet. Vooral in de hoofdstad New Delhi is het een groot probleem. We hielden er rekening mee dat er meer besmettingen kwamen. Maar zo erg hadden we het niet verwacht. Is er ook nog goed nieuws? Zeker wel. In China, de plek waar de virusuitbraak begon, zijn erg weinig ziektegevallen. En in Europa gaat het ook echt beter. Toch moeten we ook hier op blijven passen, zeggen deskundigen. Want als er toch weer meer mensen ziek worden, kan het opnieuw uit de hand lopen. En dat wil niemand. Greetje van de Passepartout heeft weer een leuke video gestuurd. Omdat het de week van rustig aandoen is, heeft ze weer iets leuks bedacht. En dat is een droomvanger. We gaan gauw kijken hoe je zo'n ding maakt. Hallo, deze week hebben we een droomvanger. Het is de week van de relax en rustig aandoen. Dus hoe fijn is het als je dan een mooie droomvanger bij je bed kan maken. We hebben verschillende kleurtjes in het pakket deze keer. Kijk, het ziet er allemaal mooi uit. Het is wel een beetje een verrassing wat je dan krijgt. Er zit in het pakket ook een naald, een ring, veren, kralen, wol. De ring die maak je open en dan kan je zo eromheen wikkelen. Dat gaat dan heel makkelijk. Je doet hem dan dicht en dan maak je het laatste stukje dicht. Dan maak je er draden. Die span je zo aan van de ene kant naar de andere kant. Je maakt wat draden naar beneden. Je kan zelf kijken hoeveel je er maakt.
Ik heb er 5, maar je kan er ook 3 doen of zo, als je dat genoeg vindt. Nou, in het bakje zitten allerlei dingetjes. Je kan er ook nog schelpjes bij zoeken als je daar zin in hebt. Er zit weer een beschrijving bij hoe het moet. En dan kan je hem weer leuk bestellen bij ons. Succes! Op 21 juni traden de Koosjes op bij de Druifhof. En ze zongen het nummer Eenzame Fietser. Een paar weken geleden zagen jullie hoe het met het pasgeboren veulentje ging bij de manege. Jos die ging kijken hoe het nu met Roos gaat. We zijn hier bij de manege en daar zijn we met een reden. Want Björn, wie is er 4 weken geleden geboren hier? Roos. Roos. Nou, we waren hier toen een week daarna, daar hebben we beelden van Roos. Maar inmiddels zijn we natuurlijk wat verder. En hoe gaat het nu met Roos? Gaat het zeker goed. Ja? Ja. En is Roos een gelukkig veulentje? Ja hoor. Ja? Altijd bij de moeder? Ja hoor. En drinkt ze dan veel bij de moeder? Ja, veel drinkt ze bij de moeder. En wanneer gaat ze dan wat eten bij in plaats van dat drinken? Oh, ze eten al wat mooi, hè? Af en toe. Ja, af en toe is ze en mooi. Als ze op het gras is, dan pakt ze ook, moet ze met de moeder gewoon even mee, eet ze ook wat gras. Ja. Van alles een beetje, joh. Ja, en is er nou al vaak een veulentje geboren hier bij de manege? Kai. Kai, hè? Kai, ja. En dat is een tijdje geleden, ongeveer 6 jaar geleden. Oké, okay. En hoe lang moet Roos dan bij de moeder blijven? Nou, ze is nu 1 maand. Ja. Nou, 5 maanden ongeveer. Ah, ja. Dus... mensen kunnen, als ze Roos willen zien, waar moeten ze dan zijn? Bij welke bak? Waar ze nu is? Daar? Ze staat denk ik heel veel op de Wijnland. Ja. Toen staat ze binnen. En wat we ook al doen, is heel leuk. We gaan een wandeling maken soms in het park. Oh, wat leuk. Met ja. Moeder en ja. Roosje. En even een vraag, want als er liefhebbers komen, mogen ze Roos dan eten geven? Nee, hè? Nee. We willen het liefst eigenlijk dat niemand onze paardjes eet. Nee. Dus sowieso niemand. Oké. Okay. Nou, bedankt dat we weer eventjes hier mochten zijn. Nou, we staan hier met een paar paardenliefhebbers. En onder andere Veronica. Veronica, heb je het jonge veulentje al gezien? Ja, een paar keer. Ja? En weet je hoe het veulentje heet? Roos. Roos, hè? En kijk, ja, lief, hè? Op vrijdagnacht was een mini nog om 6 uur geboren. Ja. Hoe vind je dat, jongens? En Roos is nu 4 weken oud, hè? Ja, 4 weken oud, zoiets. Dat hebben we net gehoord in dat interview met Björn, hè? Ja, echt. Nou, kom maar vaak wandelen en kijken, want dan zien we Roos vanzelf ouder worden, hè? Ja, ouder worden. Oké, okay, bedankt. Jullie rekenen er misschien al op. Hier komt het 4e ei van de week vlog van Parnassia. We hebben vandaag weer het ei van de week van Parnassia. Ja. En we hebben vanmorgen al een hele leuke dag gehad. Ja. We hebben een zomerfeest op de Parnassia. Ja. En wat hebben we gegeten? Poffertjes. Ja. Ook lekker. Maar ja. Mo heeft vorige week Willemijn genomineerd. Ja. En ze was zo blij dat ze genomineerd was, dat ze zelf een mooie ketting van had gemaakt. Nou, Mo, ga je gang. Kettenlies. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ah!
Baba! Nou, Willemijn, ga jij volgende week zo benieuwd? Ja, ik heb er lang over nagedacht, of eigenlijk toch niet. Maar ik nomineer mijn zeer gewaardeerde collega, Esther! En dan is het nu weer de hoogste tijd voor de Happy Tijd Show. En jullie zien onder andere een nummer van Kinderen voor Kinderen, Corrie van Gorp en Ramse Shaffi. Daarna zien jullie het weer en ik ben er gewoon vrijdag weer. Tot ziens! Het maakt niet uit, als het maar goed is. Hey, leuk dat je er weer bij bent bij de Happy Tijd Show. En overal, hè? Ja, ja. Ja, Rijnsburg. Ja, Rijnsburg. Ja, Rijnsburg daar, ze schieten de kijkcijfers. Ja, ze hebben ons ontdekt en ze hebben wat voor de deur gelegd. Oh, kijk eens aan. Ja. Rijnsburgse disco. Disco-zwemmers. Ja, van Frank en Miranda hebben we die gekregen. Oh, hey, wat lekker. Dankjewel, Frank en Miranda. Ja, nou, ja, ja. We gaan beginnen. Ja, we wat gaan is beginnen. Allemaal klaar, hè? De Coletta's. Ja. En die hebben vannacht zo raar gedroomd. Ja, echt waanzinnig. Een waanzinnig applaus voor de Coletta's. Wou ik net zeggen, ik heb ook waanzinnig gedroomd. Ik heb over Teddy gedroomd. Oh. Ik mis haar. Ja. Ja, waar zou ze zijn? Jij weet het ook niet. Nee, ja, dat verhaal dat ze schoonmaakt in Leiden. Ja, ze is weggetoverd door Gerard Klok. Ja. Maar ik ga haar zoeken. Ja, ja, doe dat ik maar. Ga zoeken. Ja, ja, doe dat maar. Nou, ja. Dan ga ik eventjes de uitzending uit. En ik ga Teddy zoeken. Ja. Doei. Hey. Ja, hallo. Nou, ik heb net de stoel vrij. Oh, lekker. Ja. Kom erbij. Eindelijk is een stuk presentatie waar je iets mee kunt of zo, weet je wel. Ja.
Ik heb geen idee, maar... Je hebt geen idee? Nee, nou, nee, ik weet het gelukkig wel, want er staan twee prachtige dames voor ons klaar. Oh, als een groet. Ingevlogen, letterlijk ingevlogen vanuit Schiphol. Oh. De dames van de KLM. Oh, de dames van de KLM. Oh. Ons, laat maar komen. Laat maar komen. Dames. Ja, alle passagiers even luisteren. Hier volgt de mededeling. Hallo. Om te zien alweer. Onze blauwe trots. Ja. Ja, en waar we ook trots op zijn. Nou? Ja, ik, nou, tenminste, ik ben er trots op. Hoop jij ook op Jos en Guus. Jos en Guus. Oh, natuurlijk, ja. Ja, natuurlijk, die gaan ook weer een heel mooi nummer voor ons spelen. Waarschijnlijk wel. Ik heb een nieuw papier staan. Wat gaan jullie voor ons spelen? Sammy. Ja, van Sammy. Sammy. Kijk omhoog. Ja, klap maar een beetje. Sammy, loop niet zo gebogen, denk niet dat ze je niet mogen. Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy, op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy, loop niet zo verlegen door de regen.
Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, top en op met Sammy, dag, Sammy, kromme, kromme Sammy. Kijkt niet om zich heen en doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren. Waarom voel je je verloren, Sammy hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want erboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy van de straten, Sammy van de stad? Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijkt niet om zich heen en doet alles alleen en vindt de wereld heel gemeen. Sammy loopt maar door de nachten op een wondertje te wachten. Waarom zou je niet verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Ook Sammy, kijk omhoog Sammy, er is één die van je houdt. Tranen trekken. Ja, het is toch altijd fijn als er één iemand minimaal van je houdt. Ja. Ja, niks te veel gezegd, hè? Trots, helemaal, nee. Trotse uitzending hebben we gehad. Ja. Dan zijn we ook alweer aan het eind van deze uitzending. Dus hier vanuit het Mediapark gaan we je groeten. We sluiten af en heel graag tot een volgende keer. Ja. Doeg! Test, test, test. Ja, dit is het weer voor deze week. Ik heb chef kok naar huis gestuurd. En woensdagochtend gaat er veel regenen. Zoals jullie zien, achter regen, 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 regen. En in de middag kan er een zonnetje komen. Donderdag is er kans op pittige buien. Dus weer regen, 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 regen. En in de middag kan af en toe de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 20 graden. Vrijdag is er weinig wind en weer wolken, 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 wolken en een zonnetje. En op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Het waait wel wat, maar het is ongeveer 19 graden. Nou, dit was het weer voor deze week. Tot de volgende keer. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis. Alleen zo voorkom je dat je anderen besmet. Als we dat allemaal doen, kunnen we blijven genieten van onze bewegingsvrijheid. En voorkomen we dat het virus zich weer snel verspreidt. Dus blijf thuis. En maak, zelfs bij milde klachten, direct een afspraak voor een coronatest. Bel voor een test bij jou in de buurt 0800 1202.